lieve vrienden. Ja, het is weer eens eventjes wat anders, want gisteren heb ik niet gevlogd. Gisteren was het zondag. Maar ik wens jullie wel even weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En we leven vandaag op maandag 29 april. Het is 10:49. Mijn begeleider Jack voor Zegelodik is alweer komen. Het is met mij weer mis. Ik heb die last van hooikoorts. Ja, ik loop weer met een rol klozetpapier bij de hand. Rond. Daarom heb ik gisteren niet gevlogd. Gisteren zag ik er helemaal niet uit. Dat was de eerste dag. Ik werd gisteren weer zo wakker. Ik ben nu met van alles en nog wat bezig. Dat draait alweer een vlog richting YouTube. Is bezig te uploaden. Ik heb Eeuwinder eten klaar, ik heb Frodo's eten klaar. Ik ga mijn eigen eten klaarmaken en dan ga ik met een bakje koffie even een broodje eten. En ik wens jullie allen goed en heel veel plezier vandaag. Geniet ervan, momenteel is het prachtig mooi weer, hier en daar een wolk. Maar dat kan de pret niet drukken, maar het gaat wel veranderen. Vanmiddag komt er meer bewolking binnen drijven. Dus en het gaat kouder worden, ook dat nog. Dus ja, echt leuk zal het niet zijn de komende dagen. Maar ja, ik kan de pret niet drukken. We gaan gewoon proberen door te gaan. Ja toch? Ja. Wat jouw meisje? Ja, zeg er maar wat van hoor. Ja, zeg er maar wat van. Ja hoor, jij mag wat zeggen. Ja. Nou, jullie weten het, zij vindt het ook. Ja. Ze zeggen geniet van alles. Ik weet niet of Astrid vanmiddag komt. Maar wel weet ik dat Mary komt. Die moest naar de goudvis toe met haar autootje om wat weg te brengen. Ondanks haar gekneusde ribben. Maar daarna zou ze deze kant op komen. Dus we wachten het af. En als Astrid ook komt. Ja, dan weten jullie het. Astrid wil er niet op, hè? Nee. Zet er zo'n hekel aan en waarom? Ja, of ze nou op een foto komt of op de film. En allebei, zet ze ook online neer op Facebook. Dus ja, bij mij blijft het hetzelfde. Enkel op een film praatje. Nou, moet toch kunnen? Ja, vind ik wel. Ze zeggen tot later, lieve vrienden. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, mijn begeleider is alweer vertrokken. Ik heb voor mezelf weer een nieuw bakje koffie klaarstaan. Ik heb mijn spelletje open. Daar ben ik mee bezig. Maar ik ga ook wasgoed vouwen. Ja, eindelijk maar toch. Het stond vorige week woensdag al beneden om te beginnen. Maar ja, nooit niet aan toegekomen. Geen fut, niks niet, geen zin. Maar het moet toch nog eens een keer gedaan worden. Dus ik ga me er nou mee bezighouden. En gelijk opruimen waar het behoort, als het klaar is. En dan kan de tas weer naar de vaatwasser. En dan spaar ik de keukenwas weer op. Zodat als die weer vol is, kan het weer gewassen worden. Ja, 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 ja. Ja, er komt een, familielid. Niet voor mij, maar wel, hoe moet je dat zeggen? Van mijn broer is er niet aangetrouwd, ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een glimlach. Doei doei! Zo lieve vrienden, de afwas staat weer op zijn plek en het vouwgoed is weer opgeruimd. Ja, 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 ja. En ik heb nog niet genoeg voor de vaatwasser, dus ik kan het ook nog niet gaan draaien. Vind ik een beetje zonde. Ja toch? Ja. Nou, dan ben ik wel weer toe aan een bakje koffie. Ik heb het opgeruimd en wel. En daar de vuile was weggehaald, die daar aan die laders hingen, dat hing daar te drogen. Dus ja, het is achter de rug. En mijn hondje wil naar buiten, Frodootje. Dus die krijgt zijn kap op, kan die even naar buiten toe. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben even weg geweest. Ik moest toch even wat boodschapjes halen en ook even concertpapier, want in anderhalve dag 2,5 rol concertpapier doorheen alleen nog aan mijn neus. Dat is een beetje te veel van het goede, dus ik heb concertpapier erbij gehaald.
Ik heb nog wat noedels erbij gehaald en make-up doekjes erbij gehaald. Want dat was ook op. En Mary is dus ook niet geweest. Astrid is ook niet geweest. Astrid die kreeg onverwachts een appje van een instantie van dat er die vanmiddag langs zouden komen. Mary die was ook back af vanwege haar. Wat heeft ze nog gekneusd? Dat kan ik er verdorie niet op kunnen komen. Jeetje, alles erg. Ribben, hè? Die had en heeft immers haar ribben gekneusd. Nou, dat is. Dus is ook zelf niet weg geweest naar de goudvis, wat ze wel zou doen. Mijn persoonlijke begeleidster, Sandra Urban van Zerelo, die komt morgen mij even na tweeën al ophalen. Gaan we naar Annapolona, daar heet Bloemendagen, dus jullie gaan mee morgen. Ja, dan ga ik natuurlijk uiteraard vloggen. Dat lijkt mij echt gaaf. Ik neem ook mijn GoPro mee, die hou ik wel vast. En als we ergens stilstaan, dan neem ik deze erbij. Dus het komt helemaal goed. Ja. Vind ik leuk. Gaan we doen morgen. Ja. Dat ik zo mijn GoPro opladen. En ook een batterijtje eventjes extra mee. En dan komt het allemaal wel goed. Hé, mijn hondje. Hé, mijn hondje. Hé, mijn hoor. Oh, ja. En ik moet ook van de week met Frodo dus nog naar de dierenarts. Dus het wordt een drukke week. Ja. Dus dan mag ik ook wel eens aan mezelf denken en even lekker niks doen. Ja, ik ben bezig trouwens ook met een plaatje te maken voor de dames. Wanneer ze jarig zijn. Vind ik ook leuk. Komt daar een sexy man bij. Ja, ja. Dus dat vind ik allemaal wel leuk. Gisteren had ik een plaatje gemaakt met een prachtige mooie auto erop. Met een sexy dame die er lekker op zat op de motorkap. En dat was dan een felicitatieplaatje voor de heren. En dan ga ik er eentje voor de dames maken met bloemen, et cetera. Dus het komt allemaal wel goed. En voor nu zeg ik tot straks maar weer. Ik ga de koffie en een koekje.